Hoi, moet eerst een nieuw zakje in, hè? Ja. Heb je nog een zakje? Lies Achterberg bijt het spits af. Zij slaapt vanavond voor het eerst als nachtvrijwilliger bij de bijna 87-jarige mevrouw Poorthuis. Nou, is wel spannend. Je bent natuurlijk in een vreemd huis, vreemde mensen. Maar ja, van verzorging is het een eitje. Want mevrouw Poorthuis kan nog veel zelf, maar ze heeft beginnende dementie. En dan is het dus fijn als er 's nachts iemand in de buurt is. En Lies staat graag voor de klaar. Ik ben 32 jaar mantelzorger geweest van mijn eigen dochter, dag en nacht. Dus ik weet hoe zwaar het is en dat mensen af en toe die rust nodig hebben. Daarom heb ik me aangemeld. Het steunpunt Mantelzorg is dolblij met Lies. Door de bezuinigingen op de zorg verwachten ze dat er meer vraag komt naar nachtvrijwilligers. Ja, nou, we hebben er nu 6. En ja, goed, dat is voor een eerste start is dat mooi. Uiteindelijk denk ik dat we meer vrijwilligers zullen nodig hebben. Ja, goed, als er meer vraag komt, dan zullen we ook meer vrijwilligers nodig hebben. Maar voor een eerste aanvang is het mooi. Volgens Lies is niet iedereen geschikt als nachtvrijwilliger. Het werk wordt volgens haar onderschat. Het is heel zwaar. Heel veel mensen onderschatten dat. Als je nu één keer bezig bent en het wordt zwaarder, dan zet je alleen maar oogkleppen op en je gaat gewoon door. Want je moet door, want de andere persoon heeft je hulp nodig. Je kan niet zeggen van, nou even niet. Lies heeft in ieder geval een klik met mevrouw Poorthuis. Dus dat nachtje slapen, dat komt vast goed. Ik stap altijd overal open in, dus ja. We zien wel. Maar eng is het niet.